rare sfeer net, vond ik, hoor. Ik weet niet, Charlie, de heel achterdochtig. Zoiets gezegd. Wat deed je eigenlijk bij Isabella? Nou, ik wil niet dat zij teleurgesteld wordt. Door wie? Door Ludo. Ja, hij kan heel goed mensen overtuigen als hij dat wil. En hij wil Amy. Charlie, die dacht dat jij iets van plan was. Wat dan? Nou, je hebt hopelijk wel gezegd dat ik zo niet in elkaar zit, hè? Nee. Nou, wil je dan alsjeblieft zeggen de volgende keer dat je spreekt dat het absoluut niet mijn bedoeling... Ik ga me hier echt niet mee bemoeien. En misschien heeft Charlie het wel goed aangevoeld. Nou, kom daar nou weer bij. Oké, nou ja, goed. Ludo heeft me wel heel erg gekwetst. En misschien vind ik het inderdaad niet zo erg dat hij even voelt wat ik voel. Maar volgens mij wil Ludo heel wat anders met Amy dan die Isabella vertelt. Eigenlijk sla ik twee vliegen in één klap en ben ik heel erg goed bezig. Vrouw. Uit huis, jij? Dat kan natuurlijk. Maar de aanleiding, dat is niet goed. Ronja. Laat me met rust. Ronja. Wacht nou even. Je loopt niet zomaar midden in een gesprek weg. Ik ben het geruzie ook meer dan zat. En dat is zeker weer mijn schuld? Jij komt achter mij aan, hoor. Daar heb ik niet om gevraagd. Kennelijk kunnen we niet zonder ruzie. Ja, ik word er zo moe van. Anders ik wel. Is ze leuk? Wie? Dat meisje, Isabella. Ja, natuurlijk is ze leuk. Ik ben verliefd op haar. Tenminste, verliefd. Ik weet niet of het echt verliefdheid is, maar dat wil ik graag uitzoeken. Weet zij dat jij in therapie bent? Ja. Ze heeft zelf ook hulp, dus daar kunnen we heel fijn over praten. En wat zou zij ervan vinden als jij ermee stopt? Weet ik veel. Heb je dat gevraagd? Dat is een rotvraag. Nog een rotvraag. Denk je echt dat die paniekaanvallen stoppen als je ophoudt met therapie? Volgende vraag. Dat je roept dat je het huis uit wilt, is dat omdat je dat echt wilt? Een eigen plek voor jezelf? Of omdat je mij wilt laten weten dat je je eigen beslissingen kunt nemen? Ja, het gaat heel goed met je. En ik moet je wat vertellen. Ik heb jouw dossier aan een collega van mij gegeven. Dat is helemaal niet erg. Dat zeg ik juist net. Ik ben mijn hele leven lang in een interessant geval geweest. En iedereen wilde me graag met collega's bespreken. Maar dat maakt jou juist zo'n... Dat is attent van je dat je dat zegt. Dat maakt je juist zo'n bijzondere psycholoog. Begrijp je? Zonder jou had ik mijn kind geen vader kunnen geven. En ik had ook niet het lef gehad om weer verliefd te kunnen worden. Ik weet niet hoe het zonder jou was gelopen. Dus, nou. Ja. Geen drama geworden met Ludo? Integendeel. Ze hebben een heerlijke dag gehad. Oh, wat fijn. Meen je dit nou? Ja, natuurlijk. Waarom stond je me dan op te wachten? Ik was bezorgd om je. Ik was bang dat je overstuur achter Ludo aangegaan was. Is dat niet juist hetgene wat je graag wilde? Dat is zo raar. Waarom zou ik dat willen? Weet ik niet. Ik weet niet waarom je dit soort dingen tegen me zegt. We kennen elkaar niet. Maak het nou niet groter dan het is, alsjeblieft. Ik heb toch niet gezegd dat je Ludo uit je leven moet bannen? Ik heb alleen maar gezegd, hou je hoofd erbij. Het spijt me. Ludo is de vader van je kind en natuurlijk wil je hem vertrouwen. Willen en kunnen is verschillend. Nee, dat bedoel ik. Daarom ben ik hier ook heen gekomen. Blijf op je hoede. Laat je niet door hem... Hou op, alsjeblieft. Ik respecteer dat je ons graag in de gaten wil houden, dat je je om ons bekommert, maar... Sorry, ik kan het gewoon even niet bij hebben. Ja, begrijp ik. Ja, fijn. Ja, ik zou niet meer lastig vallen. Beloof me alleen wel dat je me belt als er iets is. Of als je iets wil weten. Ja, goed.
Rosa, weet jij hoe laat Nina thuis komt? Nee, maar ik ben natuurlijk ook geen Rosa. Hey. Hoi. Was het leuk? Ik hoorde van Isabella dat ze jullie alleen gelaten heeft. Ja, we hebben een geweldige dag gehad. Fijn. Is er iets met Valentijn? Nee, gaat allemaal heel goed. Rick en ik moeten allebei werken morgen. En ik wil dan jou vragen of jij Valentijn van school kan halen. Nou, dat is wel erg kort dag. Ja. Maar goed, ik zal het wel regelen. Kom je nou speciaal hierheen om dat te vragen? Ik wilde je eigenlijk even spreken. Ga zitten. Het gaat om het volgende. Ik weet niet zeker of het ook zo is, dus... Later maar. Ja, wacht even. Nou wil ik het horen ook. Ja. Maxine, ze was bij Isabella. En correct me if I'm wrong, maar... Ik kreeg de indruk dat Maxime Isabella dingen aan het vertellen was over jou.